Precies 15 jaar geleden verruilt FC Groningen in de winterstop het oude Oosterparkstadion voor de gloednieuwe Euroborg. Arjen Robben verricht op 13 januari 2006 de opening. Hierbij verricht ik de officiële opening voor de Euroborg. Sinds de opening speelde Sergio Pat de meeste wedstrijden in dit stadion voor FC Groningen. Hij stond 118 keer onder de lat in de groene hel. De voet van Pat voorkomt de 0-1. De meeste doelpunten werden gemaakt door Mimoun Mahi. Dat is een goede, strakke paas op Mahi, die hem in één keer uithaalt en dan fantastisch binnenvalt. Wat een geweldig doelpunt. Doan met een strakke paas en Mimoun Mahi die het in één keer doet. En via de binnenkant van de paal scoort. Een geweldige treff. Geen buitenspel, prachtige paas. En in één keer genomen, vol op de vreef met het nodige risico. Maar hij kan het en hij doet het. Mahi maakte er 28, kort gevolgd door Tim Matafs en Michael de Leeuw. Zij zullen terugkomen in de top 25 doelpunten in de groene hel. Oh, ja, tegenstander op de billen gespeeld. En in het overzicht uiteindelijk, Kieftenbelt. Schot geblokt. Sherry. Dat is fraai. Nog eens een hakje ook. Oh, mooi gespeeld zeg. Wat een fantastisch doelpunt van Groningen. Charon Sherry maakt hem. Na een heerlijk 1-2 met Antonia. Het begint bij Mahi die de tegenstander op de billen speelt. Maar dan dit. Hop. Achter het standbeen. Hakje. In één keer raken. En dus is het 2-0. Vorig seizoen maakte Sherry al de winnende. En dit is de vierde wedstrijd die hij speelt tegen Go Ahead. En de vierde wedstrijd waarin hij ook scoort tegen Go Ahead. Kostic heeft hem voor zijn linker. Kostic, ja hoor! Toch Kostic! En Mak valt verslagen op de grond. Omdat het in de extra tijd toch nog deze wedstrijd verliest. En Kostic heeft te zien nog energie over. Kostic, hij heeft tijd nodig om hem lekker te krijgen voor zijn linker. Maar hij vindt hem. En dan gaat die bal vrijwel door het midden. Maar toch geen antwoord van Ter Aula. En dan is het dus de wedstrijd van Kostic. Dolle vreugde in Euroborg. Flederis aan de andere kant. Flederis, oh, het is 2-0! In de tegenstoot! In de tegenstoot! Na de redding van Roda ligt die bal nog geen 15 seconden later aan de andere kant achter Timmer. En dat houdt in dat bij deze stand, als dat ook de eindstand is, AZ met 3 goals verschil moet winnen van FC Groningen om door te komen. Mark-Jan Flederis die alles gooit in dat schot en die Timmer verrast. Want de bal is te hoog voor Timmer en zakt net op tijd om in het doel te belanden. Wat hier vanavond gebeurt in Groningen is fantastisch. Hier is het voor bedoeld. Van der Linde. Maar net, Suarez draait goed weg bij Elschot. Van der Linde ziet er goed uit. Joho! Mooie goal van Groningen, afgerend door Erik Nefland. En wat is die kleine Uruguayaan dan weer nuttig. Hier Van der Linde en dan dit draaitje, dat doet het hem. Van der Linde kan voorzetten. Nefland hoeft alleen maar de binnenkant van zijn rechter er tegenaan te zetten. En het is 2-1. En zijn elfde van het seizoen. Holla. Van der Linde. Suarez. Daar is hij voor het eerst. Suarez. Schiet maar zelf. Oh! Luis Suarez. Een mokerslag. Wordt hier uitgedeeld aan FC Utrecht.
En wie anders dan Luis Suarez is de doelpunt te maken. Hij krijgt de ruimte om wat meters te maken. En als dan niemand uitstapt, besluit hij maar eens uit te halen. En doet dat met een verwoestende kracht. Luis Suarez, hij maakte er 2 in de wedstrijd in de Galgenwaard. En nu, binnen 5 minuten, schiet die Groningen na een wel heel florissante uitgangspositie. Kirm. Uitdraaiend bij de tweede paal. Weer Zeefuik. Leurling dan. En dan zit hij. Kieftenbelt notabene. Een middenvelder. Die opent de score. Zijn eerste goal dit seizoen. En wat een vreugde in de Euroborg. Michael Kieftenbelt. Weer gerommeld aan met Zeefuik. Dat is toch belangrijk wat hij doet voor onrust. En dan is het die vallende bal die door Kieftenbelt ineens erin gepegeld wordt. En zelfs ten Rauwelaar is kansloos. Kijk eens hoe mooi die erin zit. Een prachtige bal overigens op Cornelissen. Cornelissen en daar is 1-0. En Juri Cornelissen schiet FC Groningen op een 1-0 voorsprong in de 10e minuut van de tweede helft. Sanko met de lange bal. Cornelissen die inspeelt, hem terugkrijgt hier en in één beweging uithaalt. En Timber passeert. En Groningen staat voor. Slim laten lopen door Van Kaam. Joosten. Joosten naar binnen toe. Het schot van Joosten. Geweldige goal van Patrick Joosten om deze wedstrijd open te breken. 1-0. Minuut 29. Een fraaie. Begin met die paas van Dammers het drukke centrum in. Waar Vitesse normaal gesproken heel veel spelers verzameld heeft. Om deze bal eruit te halen. Van Kaam laat hem al slim lopen. En Joosten zet een individuele actie in. En is het zweven van pas weer te vergeefs. Leidt FC Groningen. Zo heeft hij het graag, Joosten. Vanaf links naar zijn rechter. Hoekschop. Weggekopt door Huntelaar en Bruno Silva. Ajax kan eruit komen, maar niet afdoende. Antoine van der Linden nog een keer met links. Het schot van Van der Linden staat 3-2. Wat een krankzinnige wedstrijd is het toch aan het worden. Het geluk voor Van der Linden, maar in tweede instantie maak je het prachtig af. En dat hebben zij ook gezien. Ene Volsen. Bal is lang onderweg. Tadić zet het bruggetje met Pereira. En Tadić heeft de bal. En Tadić zet hem keurig voor. Het is 3-0. Matas. Zijn 11e assist. Zijn 13e doelpunt. Wat een prachtwapen heeft Groningen. Arme Pereira. Maar dit is voetbal dat uitgespeeld worden. Dat kan. Wat een mooi voorzetje. En Matas weet het. Is daar al. Het zijn mooie bewegingen. En hij weet waar Matas goed komt. En hij deed het weer. En namens Groningen scoren Tim Matas. Groningen mag hier verder. En het is al inderdaad 3-0. Via wie anders dan Berg. Hoe wijd zet Utrecht de poort open? Ja, hij snapt het ook niet meer. 8 doelpunten maakte hij al totaal in alle play-off wedstrijden tot nu toe. Wat doet hij het fraai? Wat doet hij het mooi? Wat doet hij het rustig? En wat lijkt het dan simpel? Zo, Texera en Isaacson. Isaacson. Maar kijk eens hoe hij hem neerlegt. Voor Soek. Soek. 3-0. Ja, ja, ja. Wat kan die Soek allemaal, zeg. Hier gaat het allemaal mis. Labiat. Knoeit. Hij is niet de enige vanmiddag. En dan redt Isaacson. Maar kijk eens hoe. En dan Soek. Prachtig.
De weg was vrij, maar zien en doen, daar zit een verschil tussen. De verbazing. En de vreugde. Ja. Sparf. Tiefenbelt. Dan maar een keer van een enorme afstand. Hij verrast Mulder. Die er nooit op rekent dat Kieftenbelt van die afstand gaat schieten. Maar hij doet het. En er staat 2-0 in Groningen. Groningen op 2-0. Sherry. Paulsen met het hoofd, maar dan slecht uitverdedigd. Zeg, en de fout van Esteban. Het staat 2-0. Hateboer maakt zijn eerste doelpunt voor FC Groningen. Daar heeft hij een aardig moment voor uitgekozen trouwens. Groningen zit op rozen. Eerst Paulsen hier, onhandig met het hoofd. En dan viergever, ja. Waarom geef je de bal daar zo cadeau? Hateboer haalt uit en dan Esteban die ook nog eens grabbelt. Het is een foutenfestival daarachterin, maar Groningen vaak daar wel bij. 2-0. Van der Linden. Van der Laak, Lovre, Drenthe. Schiet de bal bijna tegen Nefland op. Sanko. Sanko, wat een streep! Zoho, wat een goal van Jibril Sanko. Een gelukzalige glimlach van Ron Jans voor de goal van deze Jibril Sanko. Die dit seizoen nog niet scoorde voor Groningen. En nu denkt van, nou ja, laat ik dan maar eens gewoon heel hard schieten richting dat doel van Timmer. En die bal valt daar prachtig binnen. Wat een beauty. En Groningen leidt tegen Feyenoord. Van Nief. Is er heel makkelijk langs. Van Nief zelf. Oh, ho, ho! Wat een doelpunt. Joël Van Nief. Die heeft een geweldige trap in de linker. Nou, zo mooi als hij er hierin vliegt. Nou weten ze het in Groningen ook helemaal zeker. Hij heeft hem hoor. Makkelijk langs twee man en ja, als je toch voor je linker hebt. Heerlijke actie, maar wat een doelpunt om de wedstrijd echt te beslissen. Geweldig. Hij legt hem wel zo neer, zo van Charon Ronaldo. En hij legt hem erin. Hij kan het gewoon ook. Charon Sherry, de man die werd begeerd door Feyenoord en toch weer niet in de winterstop. De man die niet kwam, de man die Fred Rutte wel wilde. Hij brengt Groningen hier met een schitterende vrije trap op 1-1. Doan. Ah, dat is een hele mooie. Die gaat Europa over. Dat is goed voor zijn mogelijke transfer. Een geweldige goal. Ritsu Doan met een beauty. 2-0. Buitenom ging Kane. Mahi. Nog een keer steken richting Kane. Dat is goed gedaan. En daar neerleggen voor Te Wierik. Daar Veldwijk. Te Wierik vanuit de draai. En door de benen van Zoet. Het is 3-3. Het is 3-3. Door Mike Te Wierik.
op het moment dat er 4 extra speelminuten waren verstreken, wordt de 3-3 aangetekend door Mike de Wierik. In een alles of niets poging bleven die centrale verdedigers voorin hangen. Is daar het wegsturen van Kane. En dan blijft die bal daar hangen. Veldwijk en uit de draai te Wierik. Maakt de 3-3. En dan heeft PSV een 2-0 voorsprong gehad. Een 3-1 voorsprong gehad. En wordt het hier 3-3. Sparf. Ruimte voor Groningen. Andersson. Hier is Van Dijk. Matas bij de tweede paal. Van Dijk doet het zelf. En die bal zit er ook in. 4-1 voor FC Groningen. En hij bekroont een uitstekende wedstrijd. Virgil van Dijk. 2 goals. En kijk bij hem. De assist van Andersson. Geen buitenspel. Op één lijn met Timothy de Rijk. En in de korte hoek. Het is een fout van Coutinho. Die niet vrij uitgaat op deze inzet van Virgil van Dijk. Kijk hoe blij Robben is met deze goal. Heel Groningen juicht. Brugging. Buis. Matthijs in één keer door naar Levchenko. Nefland weggegleden in het centrum. Het schot van Nefland gaat binnen en het is 1-0 voor Groningen. En het is weer Erik Nefland die scoort. Hij maakte de laatste in 2005 en de eerste in 2006 voor FC Groningen. Het veld speelt hier absoluut een rol, want Sijp glijdt daar weg. En daardoor is er ruimte om te draaien en te schieten voor Erik Nefland. En die benut die ruimte heel goed, want hij is weer in vorm. En dat toont hij met de 1-0 tegen Heerenveen. Lofferen willen we hebben. Sanko kiest voor de diepe bal richting Nefland. Suarez. Ja! Hoe is het mogelijk? Vitesse knock-out door een geweldige krachtsinspanning van FC Groningen. Dat met opportunistisch voetbal vanuit een, zo leek het, kansloze achterstand zich weet terug te knokken naar een 4-3 voorsprong. Suarez heel kalm en fraai afgerond. Wat een ontknoping. Tja, dan mag je gek doen. Van Jasko vrij, goede opening dus. En de Leeuw, hoho! Mag dat nog een keertje in de herhaling komen? Want wat hij doet, dat is schitterend. Dat is voortreffelijk. Het is 4-0, maar dat is eigenlijk bijzaak. Daar komt hij. Naar rechts. Van Jasko. De Leeuw kiest positie. Krijgt de bal. En dan. Hop! 4-0. En zo, ja. Gooit er nog maar een paar keer uit. Leuke dingen. Zo, ja. Nou is wel genoeg. We gaan weer verder. De Leeuw. Granqvist. Steekt het hele veld maar eens over. Granqvist. Ja, dat kan hij blijkbaar ook. Granqvist. Oh, wat een doelpunt zeg.
Tobias Granqvist. Dit verwacht toch niemand? Hij speelt misschien met rug nummer 7. Hij is centrale verdediger. Maar dit is ongehoord. Hij wordt ook niet goed aangepakt natuurlijk. Maar dan nog, wie verwacht dit? Van Andreas Granqvist. Als Groningen scoort, dan zijn het toch fraaie doelpunten. We zagen de Rover en Levchenko tegen Vitesse. Deze vind ik persoonlijk nog vele malen mooier, want dit zie je niet zo vaak. Een centrale verdediger die 15 meters een beetje op de eigen helft begint met een solo en die bal er gewoon inschiet. Dit waren de 25 meest bijzondere doelpunten in de Groene Hel, gemaakt door spelers van FC Groningen. Bedankt voor het kijken.